twee goede jaren gehad. Zeker de laatste jaren gewoon fantastisch. Met een fantastische afsluiting. Ja, vooral de mensen waarmee je gewerkt hebt. Dat is gewoon zo speciaal. Dat gevoel is gewoon zo sterk nog steeds. Dat je af en toe wel eens terugdenkt en denkt van... het is van één kant wel jammer dat je met zo'n mensen niet meer kan werken. Dat is de voetballerij en zo gaan we verder. Tot slot maak jij zorgen over de Graafschap dat zo treurig onderaan staat met maar 5 puntjes, terwijl ze zo enorm hun best doen? Nee, ik maak me helemaal geen zorgen om de Graafschap. En dat heeft vooral te maken, ik kijk niet naar de korte termijn de Graafschap, maar ik kijk naar de lange termijn de Graafschap. En als de club rustig blijft in deze situatie, zoals ze dus nu doen, komt het op de lange termijn goed. En moeten we ons geen zorgen maken over wat er de komende maanden gaat gebeuren.